Sylvester van der Water, jullie winnen in deze cruciale wedstrijd van Volendam. Jullie doen wat je moet doen. Eind goed, al goed, hè? Ja, zeker. Ja. Het bleef lang 0-0. En voor ons lag niet heel veel druk. Maar voor Volendam wel, want voor ons was het gelijkspel goed. En als je dan ziet hoe we dan na rust op 1-0 komen, ja, dat is echt een bevrijdende doelpunt. En als je dan ook nog de 2-0 maakt, dan is het klaar. Ja, en jij was weer belangrijk met je 12e van het seizoen. Loods je eigenlijk Almere naar de play-offs? Ja, nou ja, weet je, eigenlijk doet iedereen het wel. En op dat moment stond ik inderdaad en ik maakte 1-0. Ja, dat is echt bevrijdend. En dan zit je natuurlijk nog op de bank van, het kan misschien nog moeilijk worden. Maar ja, als dan die 2-0 komt, ja. Je mocht heerlijk naar binnen komen, hè? En je mocht vuren. En dan zoek je gelijk de supporters op. Ja, tuurlijk. Ja. We hebben natuurlijk laatst dat we een beetje met die supporters, die wouden graag dat we de play-offs zouden halen. Nou, iets mindere tijd gehad. Uiteindelijk als je dan de play-offs haalt, dan moet je echt blij wezen. Ja. Is er dan een hele zware last van je schouders gevallen? Ja, zeker. Ja. Het is nu aankomende dinsdag is het naar MVV toe. Dus dat wordt ook moeilijk. Had je dit nog verwacht eigenlijk? Want jullie draaiden eigenlijk wel een heel moeizaam seizoen, hè? Ja, ik had het nog wel verwacht. Ja, we hebben gewoon met z'n allen ook nog goed gezeten. En als we het dan met z'n allen over hebben. Ja, we wisten gewoon dat we de play-offs moesten halen. En het is helaas vorige week niet gelukt. Want dan verliezen we met 3-2 bij FC Eindhoven. Ja, en als je dan vandaag dan nog wel wint. En dan haal je wel de play-offs. Je zet jezelf opnieuw in de etalage en er komt nu een toetje aan waarin jij jezelf nog meer in de etalage kan zetten. Ja, dat kan inderdaad. Ja. En dat is ook wel mijn bedoeling. Ja. Want je wil hogerop. Ja, tuurlijk wil ik hogerop. Ja. Maar wanneer is de vraag? Want je hebt bijgetekend hier in Almere. Ja, dat weet ik nog niet eigenlijk. Nee. Maar stel, er komt deze zomer een mooie club langs. Daar sta je dan wel welwillend tegenover. Ja, ik denk dat ik er wel voor open sta. Ja. Heb je ook nog iets in je contract laten vastleggen? Een gelimiteerde transfersom? Ja, daar hebben we wel over gesproken. Alleen ja, eigenlijk op dit moment hou ik me daar niet echt mee bezig. Het is meer even focus op de play-offs en dan zien we wel. Ja. MVV wacht nu. Wat zeg jij dan? Ja, die moeten gewoon echt pakken. Die zitten volgens mij nu ook een beetje in een dip. En ik vind dat we daar gewoon moeten winnen. En als je daar bijvoorbeeld gelijk speelt, dan moet je thuis afmaken. Ja, en dan misschien wel de tweede ronde, dat zou wat zijn. Ja, dat zou heel mooi zijn. Ik denk, als je dan een Eredivisie club, dat is helemaal mooi. Ja. Zal het stadion ook hier weer vol zitten, ja, en dan moet je vol gas.